Diana Vreeland geldt als een van de meest invloedrijke persoonlijkheden uit de modegeschiedenis. Als moderedacteur bij Harper's Bazaar en hoofdredacteur van Vogue legde zij de basis voor modemagazines zoals we die vandaag de dag nog kennen. She had this taste for the extraordinary and for the extreme. Diane was fashion. Anyone who thinks otherwise must be insane. De vrouw die mode tot kunst verhief. Vanavond in het Uur van de Wolf op Nederland 2.